superheld wil worden, moet je er wel wat voor over hebben. Zo kan je niet elke nacht stomdronken de kroeg uitrollen. Nee, dat gaat dus niet, want je moet 's nachts juist heel goed uitrusten. Zodat je de volgende dag weer kwiek en alert de straat op kan. Doe je dat niet, dan kunnen al je reddingsacties wel eens in het water vallen. Help! 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 Dit riekt naar een klusje van Super Sander. Blijf waar je bent, we zijn terug! Hey, Super Sander, wat is er aan de hand? Hi, Tim Jan van de reddingsbrigade. Ja, ik heb een probleem. Althans, ik niet heel erg, maar iemand anders. Want er staat een meisje in een bootje. Het bootje klapt om en het meisje ligt te verdrinken. Dus ik wil haar even redden, alleen ik weet niet hoe. Dat kan ik je vertellen, maar eerst alle overtollige kleding uit. Oké. Okay. Oké, Super Sander. Het eerste wat je moet doen, is alarmeren. Je belt naar 112 en dan gaan we pas het slachtoffer eruit halen. Ja. Omdat als je het eerder mee begint en je zou zelf in de problemen komen, heb je twee slachtoffers en dan komt er geen hulp. Als gauw je drenkeling ziet, begin je tegen de drenkeling te praten. Daarmee probeer je hem rustig te stellen. Voordat we het water ingaan, gaan we eerst de plaats bepalen van de drenkeling. Nu gaan we met een kruisbepaling vaststellen waar de plaats is. Stel voor dat de bal de drenkeling is. We pakken nummer 2 en nummer 5. Dan trekken we schuine lijnen en een snijpunt hoort dan over de bal te lopen. Als de drenkeling nu onder water raakt, kun je met de hulp van die snijlijnen terugvinden. Is dat duidelijk? Helemaal duidelijk, ja. Wat je probeert is iets van een hulpmiddel mee te nemen waarmee je slachtoffer op kunt laten drijven. Een jerrycan, een autoband. Okay. Waar je goed op moet letten, bij onbekend water niet duiken, niet springen. Okay. Doe je dat wel, loop je het risico dat je bij duiken je nek breekt, bij springen ergens vast komt te zitten. Nou, jij hebt je overtollige kleding uitgedaan, dus je kunt het water in. Yes! En Super Sander, wat had ik nou gezegd over het duiken? Duiken. Ja, we hebben een superstander salto. Ja, maar voor hetzelfde geld is het hier 40 centimeter diep. Oh ja. Dan is het einde superstander. Voordat je daar weer opnieuw het water in gaat, leg ik je eerste vervoersgreep uit. Ja. Wat van belang is, is dat je hele goede kommetjes maakt van je hand. Die zet je over de oren. Dan krijg je dit effect. Dan heb je de drenkeling bij de hoofd vast. Tegen je schouders aan. En dan kunnen we rustig terugslaan. Goed zo, Super Sander. Eerst plaats bepalen van het slachtoffer. Begin jij ook met je drenkeling te praten? Ja. Kom maar aan hoor. Kom goed, blijf waar je bent. Rustig maar. Is die braaf? Kom maar. Denk eraan, het is een mens, geen hond. Goed zo, eromheen zwemmen. Bij de oren vastpakken. Gaat goed. Kom maar, rustig maar. We staan bijna bij de kant. Zo. Goed, Super Sander. Ja. Alleen het laatste stukje. Een drenkeling gooi je nooit op het gezicht op de kant. Oh nee. Dan ligt mijn drenkeling in het water bij een strandje. Hoe krijg ik mijn drenkeling dan het strandje op? Nou, het laatste stuk kun je staan. Dan ga je de drenkeling gewoon trekken. En dan neem je hem met een Rautek greep de kant op. Oké. Okay. Als je even uit het water komt. Even klaar, even plassen nog. Ja. De duimen en de vingers heb je over de arm liggen. Dit altijd zo doen. Ja. Nu kun je rustig op gaan staan. Nou, blijf hangen, blijf hangen. En op deze manier kun je slepen. Is het duidelijk? Het is heel duidelijk. Nou, dan denk ik dat je er klaar voor bent. Dankjewel, meneer Hesselhoff. Ga ik helemaal verder. Succes, Super Sander! Help! 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 Help!
leven. Ik ben achter je. Rustig. Hou je jou vast aan Jerken. Rustig. Oh, Super Sanne. Oh, dankjewel. Super Sanne, save the day.